Topos nog zonder nieuweling. Richonel Margaret, die gehuurd wordt van AZ. Hij begint op de bank. VVV heeft een aantal geblesseerde spelers, waaronder spits. Sven Braken, last van zijn knie. En ook Hupperts is niet van de partij in de formatie van Jos Luukay. Dit was een poging van Kivon Leidsman. Hij is de spits bij Top Os met Joe Margarita aan de rechterkant. Vorige week de matchwinner, Margarita. Dit is een schotje van Justin Mathieu. Gepakt door de Tsjechische nieuwe keeper van VVV, Lucas Zima. 25e minuut. En VVV gaat op jacht naar de openingstreffer. Lammers verdedigt, krijgt die bal niet lekker weg. En dus is het toch weer even gevaarlijk. Schotje van Juri Schrooien. VVV gestart met een gelijkspel tegen NAC, 2-2. Gaf in blessuretijd de zege uit handen. Hier is het sterker dan Top Os. Met het schot van Mitchell van Rooyen, gepakt door Norbert Alblas. Top Os zo goed aan het seizoen begonnen met die overwinning bij Excelsior. De treffer van Margarita voor de ploeg van de nieuwe coach Bob Peters. Dit is een geweldig schot van Wassim Essanoussi. Die nog wacht op zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Daar was Alblas nooit bijgekomen. Bijna rust in het Frans Heese stadion in Os. Kaak gaat het proberen. Kan uitverdedigd worden door Pagonik. Toch weer Top. En hier de mogelijkheid voor Gerald Margarita. Vorige week zo fraai gescoord, maar nu raakt hij hem slecht. Het was ook niet zo makkelijk. Altijd in de eerste helft. Schrooien. Duel met Abdat. Schrooien. Krijgt die bal aardig voor. En dat is een goede mogelijkheid voor Tijmen Verheijen. Dat had de openingstreffer kunnen zijn voor de ploeg van Luukay. 0-0 ruststand in Os. En dan de tweede helft. Stuy van den Erik. Margarita. Niels Fleuren op de bank bij Os. Jarenlang actief voor VVV. Kreeg de bijnaam de Maldini van de Koel. Hier is de poging voor Os van Justin Mathieu. Die zich wat meer laat gelden in deze fase van de wedstrijd. Hier is hij weer. Justin Mathieu. Al heel lang niet gescoord. Prima opening. Op Margarita. En bijna op de doellijn Joshua Sanchez. In een fase waarin VVV het dus moeilijk heeft. En Top Os toe kan slaan. Volgende aanval van de ploeg van Bob Peters. Stuy van den Erik kan terugleggen. En dan het schot binnengeschoten door Justin Mathieu. Zijn eerste doelpunt sinds november 2018. Toen nog als speler van Cambuur. En nu zet hij Top Os op voorsprong in de wedstrijd tegen VVV. Goed werk van aanvoerder Stuy van den Erik. Niet al te best verdedigd door VVV. Ze staan erbij en kijken ernaar. En dat helpt Top Os dus aan de voorsprong via Mathieu. Volgende kans. Via invaller Kai Tean. Dan eindelijk een keer VVV. Ja, het is al de slotfase en een eigen doelpunt van Lammers. De peer naar voren van de keeper van de Venlonaren. En die bal wordt zomaar in het doel geknikt door Jan Lammers. En dan staat het 1-1 en gaat VVV toch een punt pakken. Zo lijkt het in de slotfase in Os. Of kan Top nog wat? Top kan nog wat, want hier wordt gescoord via Steven Buijl. En zo pakt Top Os toch nog 3 punten. Net als vorige week in de wedstrijd tegen Excelsior. En dus begint het meer dan goed aan het nieuwe seizoen met 2 overwinningen. Buijl met de treffer. En Top Os in de extra tijd over VVV heen.